Mond dicht, boven en beneden. Taekwondo kent veel regels om veilig met elkaar te kunnen sporten. En met dat we groeten naar de nationale vlag en naar de Taekwondo vlag, beloven we aan elkaar dat we elkaar houden aan de regels. Daarnaast wordt er ook gegroet naar de leraar en de leerlingen groeten naar de leraar. En dat is om af te spreken dat de leraar zijn uiterste best zal doen om een hele goede les te maken. En dat de leerlingen hun uiterste best blijven doen om te luisteren naar de leraar, zodat er een hele goede les ontstaat. Wat er te zien is vandaag is de afsluitende les van de High Five. Dat zijn allerlei Baarnse basisschoolkinderen die de afgelopen 3 weken bij ons geoefend hebben. En we gaan vandaag de laatste les met elkaar doen. Is het leuk? Ja! Ja! Jullie zijn fantastisch. Zo wil ik het graag, want dan kan ik, hoef ik niet te gaan schrijven en dan kunnen we een hele leuke les doen. Naast mij staat Alexander. Alexander is een van mijn leerlingen en Alexander heeft een echt taekwondo pak aan. Dat kan je zien aan de V-hals met het plaatje voorop. Dat is een heel belangrijk plaatje, omdat daar achter een mikpunt zit. En kijk, aan de achterkant staat mooi het woord taekwondo. Draai eens terug. En natuurlijk een band. Alexander zit nog niet zo heel lang op les, maar die is al wel heel goed en die heeft zijn witte band. En uiteindelijk is de hoogste kleur de zwarte band. En daar werken we naartoe. Bij Kibon geef ik 2 verschillende soorten lessen. Ik geef Hanmudo les en Taekwondo les. Wat we vandaag gaan zien is Taekwondo les. Dat geef ik aan kinderen en aan volwassenen. En dat is een Koreaanse zelfverdedigingssport. Waarbij het schoppen en het stoten vooral centraal staat. Dus allerlei hand- en voettechnieken. En Taekwondo is helemaal een staande sport. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Judo en taekwondo zijn voor de budo-mensen, budo is de verzamelterm van krijgskunsten, zoals we dat noemen. Judo en taekwondo vormen eigenlijk een beetje de extreme van het spectrum. Judo is een sport die vooral op de grond zich afspeelt. Je werpt iemand naar de grond en daar ga je verder. Taekwondo is het andere uiterste, dat is helemaal staand. En hanmudo is een sport waarin beide voorkomt. Daar heb je dus zowel de worpen uit het judo als het schop- en stootwerk uit het taekwondo. Dus daar zitten de verschillen in. De bedoeling is altijd meervoudig natuurlijk. Je krijgt er een heel prima conditie van, terwijl de sporten ook heel goed te doen zijn als je nog een beginnende conditie hebt, om het zo even te noemen. Naast conditiewerk is het verdedigen eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat is ook de oorsprong van de sporten. En het hanmudo is een systeem wat echt heel erg zelfverdedigingsgericht is. Waarbij je leert oplossingen te bieden op het moment dat iemand je aanvalt. En daar werken we eigenlijk minder aan de conditie. Taekwondo is naast een krijgskunst ook een sport. En dan is conditie dus absoluut ook een belangrijk punt. Als je bijvoorbeeld wedstrijden gaat draaien. Taekwondo kan eigenlijk al vanaf 6 jaar, dus dat is van 6 tot 86 zeg ik altijd maar. Op het moment heb ik ook op woensdagmiddag en vrijdagmiddag lessen voor kinderen en vanaf half september heb ik lessen voor volwassenen. Hanmudo is een sport die alleen door volwassenen gedaan wordt, dat wil zeggen vanaf 16 jaar. En dat heeft te maken met de technieken die je oefent. Daar heb je een bepaalde mate van zelfbeheersing voor nodig, maar ook de gewrichten moeten uitgegroeid zijn, wil je die technieken kunnen oefenen.